In deze video-examen 2023, tijdvak 1, HAVO wiskunde B en we doen vraag 10. Nou, gegeven zijn de driehoeken ABC en BCQ. En je ziet er getallen bij staan. En je ziet ook dat hoek Q is 2 keer zo groot als hoek A. En de vraag is uiteindelijk bereken AC. En dit kun je op meerdere manieren doen. En ik heb het als volgt bedacht. Ik heb van de driehoek BCQ heb ik alle zijden. Dus dan kan ik vrij eenvoudig met de cosinusregel berekenen hoe het zit met hoek Q. Deel ik door 2, zodat ik heb hoek A. Nou, ik heb BC ook. Dus ik heb de hoek en de zijde er tegenover. Dus ik kan aan de slag met de sinusregel. Ik heb die zijde, zodat ik kan berekenen hoek C helemaal. Nou, dan heb ik hoek A en C. Dan kan ik berekenen hoe het zit met hoek B. Hè, want samen zijn ze 180 graden. En als ik eenmaal hoek B heb, ga ik verder met de sinusregel. En dan bereken ik AC. Zo heb ik het bedacht. Dus de cosinusregel in de driehoek BCQ. Dus dat is de BC in het kwadraat. Dit stukje lijkt op Pythagoras, maar dat is het niet. Min 2 keer die zijde. En we eindigen met de hoek tegenover zijde BC cosinus. En ik ga invullen. Nou, dat doe je als volgt. En het is natuurlijk veel makkelijker als je hier eindigt met is 12 in het kwadraat. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. En dan breng ik die twee getallen naar de rechterkant. En dan heb ik dit nog links staan. En ik ga dat even uitrekenen. Dat doe ik uit mijn hoofd. 46 min 98. En links en rechts ga ik delen, zodat ik cosinus hoek Q overhoud. Nou, dan pak ik mijn rekenmachine erbij om hoek Q te berekenen. En dan moet je er even om denken dat je rekenmachine staat in graden en niet radialen. Hè? Bij mijn rekenmachine zie je dat bovenin staan. Nou, dat neem ik over. En als ik hoek Q heb, heb ik natuurlijk ook hoek A, wat ik deel door 2. Nou, en tussendoor afronden doe ik niet. Ik zet het er voor de show even in. Nou, dan kan ik aan de slag met de sinusregel, want nogmaals, ik heb hoek A en ik heb zijde BC. Nou, de sinusregel. En ik doe dat ook voor de overige zijden en de hoek er tegenover. En ik vul dit in. Nou, dan heb je het volgende gekregen. Hè? BC weten we. We weten AB ook. En we weten alleen maar hoek A. Dus we kunnen nu berekenen hoe het zit met hoek C. We hebben ook niet meer opties. Hè? Dus we gaan kruislings vermenigvuldigen. En ook dit zetten we in de rekenmachine. En we gaan natuurlijk niet tussendoor afronden. Ja? Dus shift sinus is wat je doet. Normaal schrijf ik dat op, maar ik heb niet heel veel ruimte, moet ik zeggen. Nou goed, we hebben nu hoek A en we hebben hoek C, dus we kunnen ook berekenen hoek B. Want dat is de driehoekensom. Samen opgeteld moet je uitkomen op 180 graden. Hè? Dus als ik de volgende berekening doe, heb ik dus hoek B. Nou, hartstikke mooi. Dan ga ik gebruik maken van dit stuk eigenlijk. Hè. Even kijken, dus dit wat je hier ziet staan. Dus hier maak ik nu gebruik van dit hele stuk. Want ik heb dus hoek C, ja, dat zie je ook, ja, dat heb ik ingevuld. Ik heb die 10 en ik heb hoek B. Dus ik ga nu berekenen hoek zijde AC. En dat doe ik met kruislingsvermenigvuldigen. Dus die keer die en deel ik door die. En dat moet je even op je rekenmachine doen. Ja, als het goed is, zie je dat nu staan. En dan ga ik eventjes terug naar de vraag, want we moeten afronden in 2 decimalen nauwkeurig.
Dus voor alle punten maak ik hiervan 13,55. Einde van de video. Ik zeg tot de volgende keer.